En toen zag ik dit. Dit is van de Kruidvat. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik heb al heel veel dingetjes gedaan, even snel in huis. En ik heb nu weer een theetje. En toen bedacht ik me, ik heb vorige keer mijn boek bijna uitgelezen. Kijk, ik moet echt 5 bladzijdes. En dat doe ik elke keer niet. Dus ik denk, nu ga ik met mijn theetje even die laatste 5 bladzijdes lezen. En dan heb ik mijn boek gewoon eindelijk uit. Nou echt, ik denk 1,5 jaar of zo. Ik kom er niet toe. Dus, en de was draait al en ik heb de vaatwasser al leeggeruimd. Dus ik heb al heel veel dingen gedaan. Maar dit wil ik ook gewoon heel even af hebben. En dan kan ik een nieuw boek uitzoeken. En dat vind ik altijd zo leuk als ik dan weer in een nieuw verhaal kan beginnen. Heel stom, maar dat is echt een dingetje. Vind ik helemaal leuk. Oké, nu moet ik dus gaan besluiten wat het gaat worden. Ga ik voor iets spannends of een chicklit of... Ik heb zo verschrikkelijk veel boeken staan die ik nog heel graag wil lezen. Dus een lastige keuze. Maar ik denk dat ik voor iets lichts ga, want dan lees het ook makkelijker en sneller weg. En even kijken waar staat wat ik zoek. Nee. Waarom kan ik het niet vinden? Ik heb ook nog boeken hieronder in de kast, dus ik denk misschien hier. Het is deze geworden. Deze heb ik zoveel goede dingen over gehoord en nog steeds niet gelezen. Dus dit wordt hem. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik heb deze top aan van Patricia Pepe, Broek Mango en Laarsjes Vagabond. Dat zijn de laarsjes die dus in dat zijrandje van de auto bleef hangen. En we gaan nu even boodschappen doen. En dat is het leuke. Elke keer wil je boodschappen doen, grijp je voor de helft mis. Dus het is de bedoeling om minder naar de supermarkt te gaan. Maar ja, ik moet zelfs nog vaker naar de supermarkt nu. Omdat ik gewoon elke keer niet kan slagen om een fatsoenlijke maaltijd bij elkaar te scoren. En we gaan gelijk even het glas weg doen, dan is dat ook opgeruimd. Zo leuk, want ik heb een kar aangewezen. Maar kijk wat deze kar doet. Hij is niet stuurbaar. Recht naar voren. Top. We hebben het overleefd. En we stonden net in de rij bij de kassa en we waren ons aan het vervelen, want je staat door heel de winkel door in de rij. Dus we gingen timen en je staat gewoon echt, wat stonden we, 9 minuten te wachten. Echt absurd. Het is heel hectisch allemaal. Ik heb wel nog wat leuks gekocht. Het zijn boekjes voor Sarah. Dit is een fotolijstje wat we hebben gehaald van een cadeautje van Noah. Alleen de foto's nog niet binnen, maar dat idee hadden we al wel. Ik ga het zo even laten zien. Oké, ik heb deze gehaald. Ik had echt een nieuwe make-up spons nodig. En ik had overigens de keuze tussen deze en eentje die een ander patroontje had. Meer soorten hadden ze niet meer. En ze heeft gekozen in ieder geval deze de mooiste. En toen zag ik dit. Dit is van de... Kruidvat. En deze waren 1 euro per stuk. Dit zijn allemaal luchtjes. Ik heb deze. Even openmaken. Ik denk, nou ja, voor 1 euro per stuk gaan we dat gewoon proberen. Waarom niet? Kijk, het ziet er nog echt wel leuk uit. En deze rook wel lekker. Ik had de test dus wel geroken. Ja, ik heb al een luchtje op. Oh nee. Vandaag heb ik geen luchtje op. Oh, deze ruikt echt heel lekker. Nou, deze, ik vind het dus een aanrader. Predator Eau de Parfum van NG. Bij de Kruidvat nu. Het is een klein flesje, maar voor 1 euro. Dus, en ze hadden veel meer. En deze Bombastic. Ook van NG, ook dus 1 euro. En dat is, oh, ik zal hem laten zien. Deze. Ja, misschien scherp. Ook zo'n schattig klein flesje. Deze was wat zoeter. Het schelt niet heel scherp vandaag. Nou, ik heb die andere natuurlijk nu al op. Deze was ook heel lekker. En die andere was voor men.
Ik denk, ja, als het wat is. We hebben een heel leuk plekje voor parfum in de slaapkamer. Dan haal ik hem meer. Deze, die is dan voor men. Gold digger. Wel toepasselijk voor mannen, gold digger. Maar die vond ik ook heel lekker ruiken. En deze zou je als dame trouwens ook op kunnen. Want ik doe ook wel eens een mannenluchtje op. Gewoon wat lichter mannenluchtje. Dus ja, nou ja. Deze drie luchtjes. Voor 3 euro. Echt geen geld. En toevallig heb ik gisteren een parfumfles leeggespoten. Dus dit was een leuk. Ze zijn trouwens 15 milliliter. Dus het is echt geen geld. Oeh, ik wil iets zeggen. En ik weet niet meer wat. Maar goed, ik heb net geëdit. Ben weer helemaal bij. En ik denk dat ik vanavond, deze o zo spannende zaterdagavond van huisarrest, lekker ga binge-watchen. Of de bank en de Big Bang Theory helemaal gaan kijken. Nou, helemaal ga ik niet redden. Ik moet denk ik nog 100 afleveringen of zo. Want het zijn natuurlijk echt heel veel afleveringen. Maar ik ga wel even iets te snacken maken. En toen zat ik de Big Bang Theory te kijken. En toen dacht ik maar dat ik vanochtend zei dat ik aan dit boek ging beginnen. En dat ik daar eigenlijk nu heel goed de tijd voor heb. En dan zit ik toch alleen maar weer naar de tv te staren. En tussendoor wel dingen te doen en zo. Maar ik denk, ik ga even van het moment gebruik maken. En gewoon echt mijn boek eens een keer openslaan. En een stukje lezen. Ik vond vanochtend die 5 bladzijden. Het was niet veel. Maar ik vond het echt wel eens lekker. Vroeger las ik echt veel. Toen had ik een baan. Waarmee ik het beste echt met het openbaar vervoer kon reizen. Maar dat was 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. Maar anders zou ik nog veel langer onderweg zijn en altijd vol in de file staan, elke dag. En echt, toen las ik echt zulke boeken. Maar echt, denk 3 in de week. En nu zo'n boek, 1 per 1,5 jaar of zo, als het lukt. Dus dat vind ik jammer, want ik vind het eigenlijk wel leuk. Dus ik ga even kijken of ik een stukje kan lezen. Ik moet zeggen dat ik even blij ben dat ik dat gedaan heb. Want ik kom er nooit aan toe. Ik ben niet heel ver gekomen, want ik wil ook echt niet weer te laat naar bed gaan. Maar ja, dat moet ik vaker doen. Dat is wel een van de voordelen van dat je nu eigenlijk zoveel vrije tijd op heel weinig dingen kan. Ik heb wel echt allemaal dingen gedaan die ik al heel lang wilde doen. Of waar het gewoon niet van kwam. Of die ik gewoon uitstelde. Je moet wat om je tijd te vullen. En werken en zo, dat is ook een stuk rustiger. Dus ja, aan de ene kant heb je wel homeschooling en allemaal dat soort dingen. Sorry, het lezen maakt me ook een beetje slaperig. Maar op een goede manier. Niet omdat mijn boek saai is, want ik vond hem echt heel leuk. Maar ik heb wel andere taken erbij. Maar verder is het denk ik wel goed om daar wel in ieder geval tijd voor te hebben. En anders is het ook echt zo'n verloren jaar. Omdat alles blijft liggen. Dus. Ik ben gisteren heel dom de vlog vergeten af te sluiten. Waarom weet ik niet. Want ik dacht er nog aan toen ik naar bed ging. Maar ik heb het niet meer gedaan. Waarom? Dus bij deze nog even. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Duimpje achter te laten en een leuke reactie. En dan zie ik je dus weer in de vlog van vandaag die voor jou morgen komt. Doei!